Zondag was de laatste snoeidag voor de Keizerlijn. De andere snoeidagen waren op 6 en 7 oktober. Vanaf 10 uur 's ochtends werd er gesnoeid door een flink aantal vrijwilligers. Zij begonnen 6 oktober vanaf de Bieseltsebaan richting Groesbeek. De Keizerlijn is een openbaar vervoerverbinding tussen Nijmegen, Groesbeek en Kranenburg. In november moeten de eerste ritten plaats gaan vinden tussen Nijmegen en Groesbeek.